Ik ben Kurt van Rijk en kom uit Waregem, ben 53 jaar. Ik ben voor de derde ambtstermijn burgemeester van de stad Waregem voor CD&V en sinds juni ook verkozen in het Vlaams parlement. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Wel, uiteraard om de lijst van Hilde Krevits te steunen in West-Vlaanderen, maar ook omdat ik na 13 jaar burgemeester, 19 jaar lid van het Schepencollege en 25 jaar lid van de gemeenteraad in Waregem, mijn lokale ervaring te diensten wilde stellen van Vlaanderen en een niveau hoger schakelen. En ik vond dat de tijd rijp was om daar aan mee te doen. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Wel, dat is best spannend. Ik heb er al enige ervaring mee. Ik denk dat mijn 12e verkiezing was, zowel lokaal, federaal als Vlaams. Gewoonlijk is het bij ons in Waregem Memorial Day. Men herdenkt aan de Amerikaanse slachtoffers die gevallen zijn in de Eerste Wereldoorlog. En dan ga ik gewoon naar die plechtigheid, dan moet ik er ook een toespraak houden. En dan nadien, rond 5 uur, ga ik naar de gezamenlijke plaats waar CD&V samenkomt. Ik denk dat het rond 11:30 was toen de resultaten binnenkwamen. Toen vlug bleek dat CD&V van 6 zetels naar 5 zetels viel in West-Vlaanderen. En ik stond op de 5e plaats, dus het was even bang afwachten. Maar uiteindelijk kwam ik toch op de 4e plaats gerangschikt en wist ik met zekerheid dat ik kon zetelen in het Vlaams parlement. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, het resultaat van de partij, daar kan je moeilijk tevreden mee zijn uiteraard. Het feit dat je achteruit gaat, dat stemt niemand gelukkig. Maar persoonlijk was ik wel tevreden met meer dan 15.000 voorkeurstemmen. Dus blijkt dat de bevolking mij een stevig mandaat gegeven heeft om hier in het Vlaams parlement te kunnen zetelen. Het is natuurlijk koffiedik kijken, maar misschien als Hilde de lijst niet getrokken had, hadden we misschien maar 4 zetels. Dus ik denk dat het dankzij Hilde Krevits is dat we toch nog stand gehouden hebben in West-Vlaanderen op zijn minst. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Wel, zoals reeds gezegd, ik heb nogal wat ervaring op lokaal niveau en ik hoop van die rugzak met ervaring mee te nemen naar dit Vlaams parlement. Zodat ik ook mijn steentje kan bijdragen hier. En de bevoegdheden die vooral gevoelig liggen op het lokale werkveld, mee te nemen naar dit Vlaams parlement. Als lokaal politicus ben je ganse dagen midden de mensen, sta je op het werkveld. En ik denk dat die ervaring wel van pas zal komen hier in het parlement. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Ja, toch wel. Ik weet dat de cumul ter discussie staat en nogal gecontesteerd wordt. Maar ik denk dat het een groot voordeel is, zoals gezegd, dat een lokaal mandataris hier zetelt. Dat het niet allemaal beroepspolitici moeten zijn, advocaten en politicologen, maar dat ook mensen zoals ik, een gewone kinesist uit het werkveld die vanuit het lokale niveau komt, hier toch wel zijn deel kan doen hier in het parlement. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Ja, dat is gigantisch, maar goed, dat weet je op voorhand als je eraan begint. Dat is een job 7 dagen op 7. Ik zeg altijd, ik ben 5 dagen beroepspoliticus en 2 dagen tijdens het weekend ga ik van hier naar daar waar ik gevraagd word en overal representatie doen. Mijn vader zat ook in de politiek, dus we zijn wel een ander gewoon. Ook ons vader zagen wij heel weinig thuis, dus dat is bij mij niet anders. Maar dat is wel fijn, als je daar niet tegen kunt, als je dat niet graag doet, ja, dan begint je daar beter niet aan en doet je een weekdag 9-to-5 job en dan zal het goed zijn. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ja, het is een heus een hoog cliché, maar men heeft duidelijk gemerkt in de laatste verkiezingen dat er een gigantische kloof is tussen die wetstraat en die dorpsstraat. Dat de burger zijn geloof in de politiek voor een heel stuk kwijt is. En ik denk dat men de politici mag afrekenen als die kloof binnen 5 jaar toch een stuk kan dichtgereden zijn, dan zou ik al een heel tevreden man zijn.